Nou, we zijn hier bij de sparren, fijnsparren, wat in onze liedjes altijd dennenbomen noemen. Dan gaan we kijken wat voor insecten erop zitten. Een ongewervelde. Dennenbomen die vormen een eigen ecosysteem en er komen vele insecten ongewervelde op voor. Hier zitten een paar spinnetjes. Ja, hier zit een hele groep springstaten, oftewel columbolen. Dat zijn 2-3 mm grote beestjes. Sommige zijn heel dik, andere zijn langwerpig. En het leuke van die beestjes is, ze kunnen heel goed springen. Ze leven onder andere ook in de stooisellaag. Maar 's nachts klimmen ze tegen de bomen op. Zo doen we ook in de den. Kerstbomen zitten vaak vol dieren. In een gewone boom kunnen er wel 25.000 leven. De meeste zijn heel klein en doen geen kwaad. Maar deze grote bomen zijn slachtoffer geworden van een kevertje, de letterzetter. Deze boom is echt helemaal dood. Anders zou ik schorsen zo niet af kunnen halen. Kijk, hier kun je goed het vraatpatroon van die letterzetter zien. Dit is de hoofdgang. En hier zitten kleine zijgangetjes. En dan op het eind zit dan een gaatje en dan kruipt de volwassen kever uit. Ja, het is zeg maar een kleine dierentuin. De grote beesten die vallen eruit als je hem gaat kappen en verslepen natuurlijk. Vaak liggen ze al 2 of 3 weken liggen ze al opgestapeld. Maar dat kleine spul, dat zit er allemaal nog in. En er zijn wel soms honderden beestjes die er na de hand uitkomen. Zeker als het warm is in de kamer, spinnetjes bijvoorbeeld. Het is eigenlijk zonde om zo'n boom in je huis neer te zetten.